Sam is 13 en heeft een broer Jason die 17 is. Hij had vroeger een hele goede band met zijn broer. Maar de laatste tijd sluit zijn broer Jason zich op in zijn eigen kamer en wil niet dat iemand binnenkomt. Maar wat zou de reden zijn? Ik heb gekozen voor het boek Mijn broer heet Jessica van John Boyne. Het genre van dit boek is drama. Het hoofdpersonage is vooral Sam, maar ook zijn broer Jason en zijn ouders maken deel uit van het verhaal. Sam is 13 en leeft samen met zijn ouders en zijn broer Jason. Hij en zijn broer hebben een hele goede band tot een paar maanden geleden. Dan begint zijn broer afstandelijk te doen en laat ook zijn haar niet meer knippen. Dit is omdat hij een meisje wil zijn. Hij zit al even met deze gedachten en hij voelt al sinds jongs af aan dat hij in het verkeerde lichaam is geboren. Uiteindelijk raapt Jason de moed bijeen om het zijn ouders te vertellen, maar die denken er alleen maar aan welke slechte invloed het zou hebben op het beroep van zijn moeder. Ze heeft een lage functie bij de overheid en haar doel is om minister te worden. De ouders laten Jason naar een psycholoog gaan om het idee uit zijn hoofd te praten, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Sam vindt het natuurlijk heel moeilijk om dit door te maken, omdat hij niet wil dat zijn grote broer een meisje wordt. Toen het uitkwam op school, werd Sam eigenlijk vooral gepest, omdat zijn broer heel populair is en supergoed kan voetballen. Omdat het thuis niet meer gaat, besluit Jason om het huis te verlaten. Dit deed hij voor kerst. Sam wordt er natuurlijk verdrietig van. De komende weken is de sfeer in huis heel slecht en omdat de verkiezingen er aankomen, kijken de ouders niet naar Sam om, omdat ze alleen bezig zijn met het feit dat de moeder minister moet worden. Toen ze eindelijk met z'n drietjes waren, zag Sam hoe moeilijk zijn ouders het hadden. Ze beseffen dat het leven zonder Jason niet gaat en dat hij gewoon zichzelf mag zijn. De moeder besloot voor haar familie haar droom om minister te worden op te geven. Samen met z'n drie stappen ze naar de paparazzi die al dagen aan de deur staan om het nieuws te vertellen. Tijdens het interview met de paparazzi zien ze opeens een meisje met lang haar tussen de paparazzi door. Wie is dat? Is het Jason? Als je wil weten hoe het verder afloopt, zul je het boek moeten lezen. Ikzelf vond het een heel pakkend boek. Ik heb er ook heel veel uitgeleerd. In dit boek besef je eigenlijk hoe mensen die anders willen zijn zich voelen en hoe moeilijk het is om dit mee te maken. Ik raad het boek aan omdat je leert hoe je het best met de situatie kan omgaan. En het is heel mooi van de schrijver om zo'n onderwerp te kiezen.